De ruimte waar ik net doorheen gelopen ben, dat waren bloembollencellen. Die hebben we eruit gehaald en slaapkamers van gemaakt. Hollands Kroon heeft een groot gebrek aan woonruimte voor Poolse arbeidsmigranten. Agrariërs willen de tijdelijke krachten graag bij het eigen bedrijf, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Huisvesting is ook vaak een voorwaarde voor uitzendbureaus om te zeggen ik heb mensen voor je. Er zijn wel al wat mogelijkheden geboden, alleen zoals het nu is, is het eigenlijk beperkter dan dat de provincie toestaat. Molenkweker Esther Huig in Bresant huist tijdelijke arbeidskrachten sinds een jaar op eigen terrein. De kamers staan alleen voor een groot deel van het jaar leeg. Dat is dus wel iets waar we tegenaan lopen. De bezetting. We hebben twee keer een periode in het jaar dat het bezet is en de rest van het jaar staat het leeg. Dus het zou heel mooi zijn als je dat kan verhuren aan collega-kwekers die op een andere periode ook mensen nodig hebben. Dan haal je misschien ook de druk van de dorpskernen af, waaronder bijvoorbeeld in Kruileroord. De leefbaarheid holt achteruit. En op zo'n manier hopen wij ook dat we mede een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dat probleem. Gemeente Hollands Kroon is druk bezig met versoepeling van regels. Daarvoor zijn alleen wel goede afspraken nodig met de boerenbedrijven. Als die belangstelling en behoefte er is, dan staan we daarvoor open. En we zijn ons beleid op dat punt aan het evalueren. In ieder geval is er voor de provincie geen belemmering om dat te doen. En het tweede is dat je die accommodatie ook openstelt voor andere bedrijven in dezelfde omgeving. Die dan misschien hun mensen daar ook kunnen onderbrengen. Waardoor ondernemers samen een kostenefficiënter oplossing kunnen bedenken. Ja, we zijn bollenkweker en daar moeten gewoon alle inkomsten uit vandaan komen. En dit is een nevenactiviteit waar je eigenlijk min of meer toe verplicht bent. Omdat je anders gewoon geen mensen aan het werk krijgt.